Breda Nu. Je weet het meteen. De zomereditie van Wolfslaar Akoestisch vindt ook dit jaar plaats in Natuurtuin Wolfslaar. Dit keer met de acts The Grey Pants en Moonlit Minstrels. We threw a stone at it. Kevin's head. We threw a stone at it. Kevin's head. We couldn't tell anyone what we'd done. The only thing we did was fled and run. We hebben net naar jullie geluisterd. Jullie hebben een heel aparte oeuvre, kan ik wel zeggen. Want jullie laten je inspireren door jullie eigen leven, volgens mij. Ja, klopt. Maar het is heel goed om het dicht bij huis te houden. Ja. Dat is... Een soort waarheidsgetrouw, wat prettig is, ook als, weet je, je speelt zo'n nummer nog een keer en dan ga je weer terug naar die plek waar het ontstaan is. Dat is wel goed. Volgens mij hebben jullie een heleboel goede tips hoe je op een eenvoudige manier heel leuk kunt leven. Bijvoorbeeld onderzoeken doen terwijl je op de bank zit. Ja, dat is een talent, hè? Ja, misschien, weet ik niet. Wij delen dan dat talent. Ja. Want waar laat jij je zo er al door inspireren? Ja, door hetzelfde, want we schrijven het samen. Als mensen nou zeggen van nou, ik vond jullie zo leuk, wij willen graag iets van jullie in huis halen, kan dat? Ja, we hebben platen en we hebben cd's. En staan we op. Gaan we jullie nog terugzien een keer hier in Breda? Ja, voor mijn part wel. Ik vind het prima. Het is goed toef vandaag hier, moet ik zeggen. Ja, heel goed. Heel fijn. Mensen luisteren ook goed. En dat is, als je speelt, is het wel prettig dat mensen ook luisteren. Dus, helemaal goed. 10 plus. Wat voor muziek gaan wij direct horen van jullie? Wij gaan voornamelijk een 12-volt muziek te horen brengen. En hier en daar ook wat coverwerk uit. Ja, we spelen tussen de jaren 60 en nu eigenlijk alles wat we leuk vinden. En wat te arrangeren is voor gitaar, een viool en twee zangstemmen. Want ja, dat is natuurlijk heel klein, zal ik maar zeggen. En, maar goed, ja, alles wat ons aanspreekt, daar proberen we iets moois van te maken. En daar dus een mix van. Je weet het meteen.